Welkom bij een nieuwe aflevering van Horizon Live. En we gaan meteen bellen met Sterksel. En daar zit André Kleemans. André, goedenavond. Goedenavond, Erik-Jan. Je hebt wat minder nieuws te melden, geloof ik, hè? Ja, klopt inderdaad. Ik moet helaas namens de stichting Leuk op Sterksel melden dat we helaas hebben moeten besluiten om de kermis in Sterksel geen doorgang te laten vinden dit jaar. Ah. Ja, helaas, de regelgeving staat er niet toe. En we hebben keuze moeten maken van, gaan we het verzetten? Want we zitten net in het Pinksterweekend. Hè? Dat zou misschien wel, misschien net niet kunnen. Mm-hmm. Nou, te veel onzekerheid. En wij hebben ervoor gekozen om de gezondheid van onze mededorpbewoners voorop te stellen. En zeggen, ja, kermis is heel leuk, maar gezondheid is beter. Ja. En daar hebben we voor gekozen en zeggen, nou, we moeten dat geen problemen op gaan zoeken. Dus nee. Dit jaar even niet. Dit jaar even niet, ja. Dit jaar even niet. Wat doet de stichting Leuk op Sterksel nog meer? Nou, in principe, onze hoofdactiviteit is de organisatie van de kermis. Hè? Dus we hebben heel de kermis in eigen beheer. Mm-hmm. Exploitanten bij elkaar zoeken die dat de kermis willen bevolken, bemannen, feesttent, activiteiten eromheen, kindermiddag, voor de ouderen hebben we het kienen op tweede Pinksterdag altijd. Oh ja. We proberen een pakket aan te bieden wat heel breed is, hè, van de allerkleinste tot de alleroudste. En ja. Alle leeftijdscategorieën hebben wij in het gezichtsveld en proberen wij iets leuks voor te bieden. Ja. Lukt altijd wel redelijk aardig bij jullie. De kermis is altijd best wel een dorpsfeest, hè? Het hele dorp loopt dan ook echt uit. Het is altijd heel gezellig. Ook op zondagmiddag valt me altijd op. Ja. Echt een familiedag dan, hè? Ja, dat is het. Moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk altijd de leukste dag vind van heel de kermis, hè? Een propvolle feesttent 's avonds is hartstikke mooi. Maar ik geniet altijd meest als ik dan op zondagmiddag op een fietsje aankom te fietsen en zit daar een heel plein vol met mensen, gezinnen, opa's, oma's, met de kleinkinderen. En zeg, ja, dat is echt geweldig. En we hebben tot op heden bijna altijd heel mooi weer gehad. Ja. Ja, dat zijn de ideale omstandigheden op het kerkplein. Boompje, grasveldje. Ja, mooier kun je het niet hebben. Mooier kun je het niet hebben. Nee, dan is Sterksel op zijn best. En is het gewoon super gezellig. Hadden jullie vorig jaar niet een standhouder met een attractie die er al heel veel jaren kwam? Of was het jaar daarvoor of vorig jaar? Ja, dat is een paar jaar eerder geweest. Ja? Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik de familienaam ook even kwijt ben. Maar die stonden met de gokkraampjes. En er waren twee zussen. En die stonden voor de 50ste keer. Oh ja, dat was het. Kermis. Ja. En hun vader is daarmee begonnen. Toen waren ze, die twee dames, kleine meisjes. Ja. En, maar ja, na 50 jaar zijn de kleine meisjes ook wat ouder geworden. Ja. En dus die zijn er inmiddels mee gestopt met heel kermisleven. En dus vandaar dat we nu andere invulling hebben geregeld. Goed, dit jaar even niet. Volgend jaar weer wel. Waarschijnlijk wordt het feest weer net iets groter. We kijken er naar uit. Het is even met z'n allen de adem inhouden en even ons aanpassen aan de maatregelen. En een heel begrijpelijk besluit van jullie. Ja, fijn dat je het even wilde toelichten. Nu toch een uitzending zit. Wil je misschien nog een oproep doen? Hebben jullie nog iets nodig? Kunnen we nog iets voor jullie betekenen misschien? De oproep van wees geduldig. Volgend jaar komt er weer een kermis. En gelukkig heeft Sterksel een hele mooie evenementenagenda. En er komen vast nog evenementen dit jaar waar we elkaar gaan ontmoeten. Ja. Dus dat is de troost die het dorp heeft. Ja. Maar volgend jaar is weer kermis. We doen ons best. Okay. We zijn een heel eind met de voorbereiding, moet ik zeggen. Ja. Dus dat gaat vast goed komen. Nou, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik wil je bedanken dat je even tijd voor ons had. En uiteraard nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer, André. Goed zo, graag gedaan. Oké, dag. Hoi, hoi. Hi. André Kleemans vanuit Sterksel over de kermis. Dus die helaas niet doorgaat. Horizon Live, een bomvol programma vandaag. Best wel een aantal bijzondere onderwerpen. Allereerst heb ik vandaag iets heel bijzonders meegemaakt.